buitensporig Monopoly. Kawaii R100. Kan je voor een appel en een ei kopen tegenwoordig. Nord Micro Modular. De Kruma DS2. Italiaanse bouwkwaliteit. De Sequential Drum Tracks. Dat is de oude drum tracks van Legerweld, van Danny. De Korg 800 DV. Dit zijn twee Korgs in één. En het grappige hieraan vind ik bijvoorbeeld dat alles is andersom. Dus als je de veder naar onderen draait, dan is die open. En zo draai hem dicht. Nou, 808 heeft iedereen al gedaan, maar ik wil hem toch even erbij noemen, want het is wel... Er zit gewoon de mooiste drumgeluid in. Deze track is begonnen met een beat. Ik begin mijn tracks vaak met beat. Dat is de beat die uit deze, uit de R100 komt. Ik heb gewoon het beat samen op de machine zelf geprogrammeerd. Dan komt de 808 er nog bij, de hi-hat. Zwabbert er weer een beetje achteraan. Het is een mooie combinatie om van die digitale beats te hebben met dan toch zo'n mooi analoog 808 hi-hatje erbij. Dan hebben we een baslijn. Komt uit de TX81Z. Zie je maar. Dit is de Waldorf. Die is ietsje. Deze zit er nog in, de K1. Dat is deze. Ik ga het ook hard laten horen. K1 is heel mooi voor dit soort geluiden. Een soort van die, bijna een soort slechte poging om een menselijke stem na te doen. Toen wilde ik hier nog iets bij hebben, toen dacht ik, waarom spelen we geen gitaar? Nou kan ik helemaal geen gitaar spelen. Dus deze gitaar die staat in een octaaf of in een akkoord gestemd. Dat is het enige wat ik... Het spelen! Simpel maar doeltreffend, het werk. Zing eens een stukje. Ik ga dus door deze vocoder heen. En zo zit hij in elkaar. Mijn truc is de DNR mengtafel, Dener. Dit is 24 kanaals DNR mengtafel, gebouwd in Amsterdam. En deze is gebouwd, denk ik, in Weesp. En daar zit DNR nog steeds. Wat is het gaaf aan deze tafel? Alles wat er doorheen gaat, dat klinkt beter. Dat klinkt vetter. Heel veel mensen zien mengtafel als iets van, nou ja, het moet en dan kan ik een beetje schuiven. Maar dit is ook echt gewoon een creatief instrument. Vanuit de mengtafel gaat het dan naar de Studer A80. Tape maakt al die kanalen, al die losse kanaaltjes. Maakt het één mooi geheel van. En dat gebeurt onder andere door bandcompressie. Waardoor je eigenlijk iets te hard die tape recorder instuurt. Want die tape die kan op zich ook heel veel hebben. Dit is studio tape. Als je digitaal opneemt, dan moet je echt aan 0 dB houden. En als je daarboven komt, krijg je digitale vervorming. En dat is ontzettend lelijk. Bij band is dat heel anders. Je kan hier tot plus 6, 9 dB uitsturen. En die tape die absorbeert dat allemaal. En dat is bijna een soort natuurlijke compressie wat daarop zit. I am God.